2018 is alweer bijna voorbij en om het jaar goed af te sluiten en ook een beetje om mijn kanaal nog een beetje in leven te houden, een heuse oudejaarsconferentie. Ik zou zeggen, gooi die intro erin, dan kunnen we direct beginnen. Daar gaan we. Rom, pom 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 pom. Rom, pom 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 pom. Het was een jaar vol ergernis en irritatie, zo kregen we onder andere het liedje Despacito zo'n 5 miljoen keer naar onze kop geslingerd. En kwamen erachter dat naast vrouwen ook taxibedrijven, festivals en Facebook lekken. Het was het jaar waarbij we Max Verstappen vaker bij Jumbo zagen dan op de weg. We begonnen 2018 heel goed met Boef, die een nieuw woordje in onze Nederlandse straattaal creëerde. Het woordje kech. Dankzij dit woordje kwam onze Boef onder schot te staan met een hoop negativiteit. Niet alleen Boef's reputatie ging achteruit, maar ook het imago van Dotan viel in duigen dit jaar. Naast dat we dit jaar nog steeds met een rappende Boef zitten, zitten we tegenwoordig ook met een hoop rappende agenten erbij. Kijk, ons werk is de kwetsbare beschermen. Proactief, over iedereen ontfermen. Neurale cohesie is hier groot, dus val je niet tussen wal en sloot. Wees trots en geef om je wijk, want iedereen is daar gelijk. Yeah, geef om je wijk, iedereen is gelijk. Tegenwoordig betalen wij dus belasting aan zingende agenten die eigenlijk onze wijk moeten beschermen. Over veiligheid gesproken, wie herinnert zich dit jaar nog de protesten in Amerika? Waarbij een jongen van 19 de school bombardeerde en dat onze fantastische, legendarische actie van Trump was. Laten we de leerkrachten ook wapens geven. Ja, want daar wordt onze samenleving en onze wereld echt veiliger mee. Good job, Trumpie. In 2018 is er in de politiek ook veel gebeurd. Zo hebben we Zijlstra voor het blok gezet en is de robotisering in de Tweede Kamer ook aanwezig. Het afgelopen jaar hebben er ook een hoop artiesten ons verlaten. Avicii, Stan Lee, Stefan Hillenburg. Het zal ons altijd blijven zitten. We zullen altijd aan ze blijven denken. Maar nu zij zijn overleden is er wel weer ruimte voor nieuw talent. Nieuw talent zoals de Jodeling Kid en Femke Louise. En natuurlijk vieren we dit jaar een traditie die alleen wij kunnen vieren. Een traditie die we al jaren zo uitbundig vieren. Een traditie van verbondenheid, een feest van verbondenheid. Een feest waar iedereen de straat op gaat. Een feest waar we het hele jaar door over nadenken. Natuurlijk de Zwarte Pieten discussie. Alleen wij Nederlanders kunnen op deze manier een feest organiseren. Kijk maar na, België viert de Zwarte Pieten discussie niet zoals wij dat doen. Curaçao viert hem totaal niet. Alleen wij Nederlanders kunnen zo fijn zeiken en klagen over kleine dingen. Het is toch een prachtig feest. Als we terugkijken naar het afgelopen jaar in deze traditie, dan kunnen we zien dat de voorstanders van Zwarte Piet erg sterke, goede, duidelijke argumenten hadden. Het was een jaar vol goede en slechte tijden. Het was een jaar vol pech en geluk. Maar samen gaan we van 2019 een topjaar maken. Naast dat we in 2019 meer moeten gaan betalen voor belasting, meer moeten gaan betalen voor alcohol, niet meer op de fiets mogen zitten met de telefoon in de hand en het vuurwerk nog strenger en duurder wordt, niet duurder wordt, kan het alleen nog maar beter in 2019. 2019 better than before. Ik wens iedereen een heel fijn 2019. Maak er een fantastisch jaar van. Pas op met het vuurwerk voor de handen, tenen, vingers, ogen, ledematen, alles. Ja? En dan wens ik jullie een heel fijn jaar toe. En dan is er nog maar één ding dat wij kunnen zeggen hier. En dat is natuurlijk doei! Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker een duimpje omhoog en abonneer op dit kanaal voor meer video's. Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram voor allemaal leuke foto's en berichtjes. En klik hier beneden in de filmklapper voor meer video's of het eindresultaat. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!